Tika de Jonge, ik ben 17 jaar en ik kom uit Breda. En ik ben linksbuiten nummer 10. En ik kom volgend seizoen voor FC Groningen voetballen. Tika de Jonge is een aanvallende middenvelder. Rechtsbenig. Creatieve jongen met in ieder geval scorend vermogen. Tijdens de coronacrisis kregen we de opdracht van scouting om een aantal spelers te bekijken. En dan hebben we via beelden bekeken en daaruit kwam Tika naar voren. Alleen, ja, we wisten niet of het mogelijk was om Tika naar FC Groningen te halen. En uiteindelijk, door inspanningen van de club en van de scouting is het gelukt om dat Tika de Jonge volgend jaar bij FC Groningen gaat spelen. Ja, zij zagen iets in mij en het eerste gesprek dat ik heb gehad was een heel goed gesprek. En ze hebben vertrouwen in mij en ik zie het als een mooie stap hogerop. En daarom heb ik ervoor gekozen om volgend jaar voor FC Groningen te spelen. Nou, de visie is dat we in ieder geval tot en met onder 15 volledig regionaal zijn. En na die leeftijd zoeken we ook naar kwaliteitsimpulsen van buitenaf, van buiten het gebied. Halen we ook jongens uit de rest van Nederland en uit het buitenland. En Tika is daar nu een mooi voorbeeld van. De eerste indruk van de club is dat het een hele mooie club is met hartstikke mooi stadion en ook een mooi complex op de jeugd. En alle faciliteiten zijn hartstikke goed en mensen binnen de club, alles is goed geregeld. En dat is ook de reden waarom ik ervoor gekozen heb. Bij FC Groningen natuurlijk in 118 konden we nog wel scoort vermogen gebruiken. En ja, het is gewoon een talentvolle speler. En uiteindelijk willen wij hem verder ontwikkelen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat hij hier gaat spelen. In het stadion natuurlijk. Mijn doelstelling voor de komende 3 jaren zijn wel om eerst me te laten zien in de jeugdopleiding. En uiteindelijk om hier in het stadion te spelen. En, daar mezelf te laten zien.